Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf Landal Greenparks in Lommerbergen hier in Reuver. Straks de Sumo Challenge tussen de leerkrachten aan het einde. Job heeft zijn vlog met tips over buitenspelen. 3 tips. Ik denk dat ik er al eentje voor zeg op dit moment. En natuurlijk starten wij met het kerngezonde nieuws van deze week. Triatlete Nijske Becks bezocht de basisschool in Roggel om te praten over gezond gedrag en sportiviteit. Samen werd gepraat over wat complimentjes en kritiek met een ander doen. De kinderen maakten een zogenoemd woordweb met daarin allemaal termen die verband houden met sportief gedrag. En in Nederweer kregen de schoolkinderen les over zwerfvuil en waarom dit rondslingerende plastic zo slecht is voor het milieu. De gastles werd verzorgd in samenwerking met ons bureau, dat een video toonde van de plastic soep in de zee. En daarna kregen ze vragen over hoe lang het duurt voordat een stuk zwerfafval vergaat. Vervolgens gingen de leerlingen naar buiten om in de omgeving van de school het zwerfvuil op te ruimen. Hoi, ik ben Job en ik heb vandaag 3 tips om buiten te spelen. Tip 1, stoeprandje. Jullie ouders kennen het vast zeker. Je hebt nodig een bal, 2 stoepranden, 2 personen en behoorlijk wat plezier. De regels. Je moet deze bal daar op de stoeprand gooien. Komt hij terug, heb je 1 punt. Yes! 1 punt. En als je de bal op de stoeprand gooit en hij komt terug en je vangt hem, heb je 2 punten. Als je hem op de stoeprand gooit en hij komt terug en je kopt hem op de stoep, heb je 5 punten. Nou komt het. Mijn eigen specialiteit. Je gooit hem achterover en dan moet hij op de stoeprand komen. En dan weer terug de weg op. En dat is 10 punten. Ja. 10 punten. Tip 2. Sloten springen. Ik weet niet eigenlijk of jullie dit een keer gedaan hebben of jullie dit gaan doen, maar het is wel leuk. Je hebt hier wel snelheid, springkracht en een zwemdiploma voor nodig. En dan ga je terug. Veel succes. Of je probeert op een andere manier. Je hebt met de kabelbaan naar de andere kant van het meer. Dit waren de 3 tips van buitenspelen. En veel plezier en succes! Hallo, ik ben juffrouw Janine Litjens. Ik werk op de Dolgaard in Horst. Ik heb groep 6 en ik ga winnen omdat ik de jongste ben. Yes, Janine! 3, 2, 1! Yes, Janine! De bal. Een uitstekende slingerworp van juffrouw Janine. 19 bonusseconden levert die op. En haar tijd was 34 seconden en 1200ste. Daar gaan dus 19 seconden vanaf en dan komt haar eindtijd op 15.12.
Goed voor een mooie 5e plek op onze ranglijst. De meester of juffrouw die aan het einde van dit schooljaar de snelste is, die wint een uitstapje voor de hele klas naar Limburgs Uitje in Zevenum. Inclusief een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Tijd voor onze wekelijkse rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. En weet jij het goede antwoord? Stuur het dan samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar onderstaand mailadres. De winnaar maken we binnenkort bekend in onze uitzending en is eregast op de Kerngezond afsluitdag aan het einde van dit schooljaar. En dit is de goede oplossing van de opgave van 2 weken geleden. Op het eerste plaatje zie je een pil. En als je de I verandert in een O en er nog eens een O achter zet, krijg je het woord polo. Dan wijst het pijltje op de mayonaise, maar zonder mayo hou je nijze over. En tot slot, deze emoji beeldt slapen uit. En als je van de A een O maakt en de S weglaat, dan hou je lopen over. Samen maakt dat polonaise lopen. En dat had natuurlijk alles te maken met de carnaval. De jury heeft onder alle inzenders de winnaar uitgeloot en die staat nu onder in beeld. Van harte gefeliciteerd. Daarmee zijn we aan het einde van Kerngezond TV onder in beeld. Via de knopjes kun je gratis abonnee worden van ons YouTube kanaal. De tips van het buitenspelen heb ik in me opgeslagen, maar dit is misschien ook wel een mooie tip. En ik doe jullie even voor aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het kijken, hoe het moet. Hoi! Kerngezond TV is powered by EVT. Landal, de Lommerbergen, Reuver en Hoogvaals. Limburgs Uitje. En in samenwerking met Jong Leren Eten.